Het is alweer een tijdje geleden dat ik een rank level 30 heb gehad in Brawl Stars. Ja, twee maanden geleden had ik de ene rank level 30 naar de andere. Dat kwam toen ook wel een beetje door Showdown Plus. Dat maakt het ook wel een stukje makkelijker. Maar de afgelopen maand dus gewoon geen rank level 30 meer gehaald. Maar vandaag ga ik kijken of het mogelijk is om Fang te pushen naar de rank level 30. Hoe ik dat ga doen is 1 uur lang met de knokker Fang spelen. En dan ga ik kijken hoe hoog ik dan vervolgens de 1 uur lang Fang heb weten te pushen. Als ik bijvoorbeeld naar een uur 850 trofee of zo heb gehaald, dan is het misschien wel mogelijk om door te pushen naar de 1000. Maar als ik na een uur helemaal niet zo heel veel vooruit ben gegaan, dan moet ik nog maar eens gaan nadenken of Fang te pushen is naar rank level 30. Maar hey, daar gaan we deze video achter komen. En jullie waren daar ook mee eens dat ik Fang moest gaan pushen naar rank level 30. Kasper07 die zei bijvoorbeeld dit: ga weer voor rank level 30. En hier Jarne die zei dit ook: weer een leuke video, nu naar rank 30. Bouwzaimie. En jullie bedoelden natuurlijk Fang met dat ik die naar rank level 30 moest gaan pushen. Dus dat is precies wat ik vandaag ga proberen. Ik ga kijken of ik dus Fang in de buurt kan krijgen. En dan daarna ga ik dus kijken of ik ook Fang door ga pushen. Maar als jullie er zin in hebben, doe even dat duimpje omhoog. 2000 likes zou top zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En jullie krijgen deze video trouwens alle toppotjes te zien. Dus als ik een mooi potje heb waarvan ik denk, nou, dat is mooi om te laten zien, die krijgen jullie dus te zien. Dus alleen de allerbeste potjes. Ja, dat wordt het sowieso een mooie video. Ja, dat is het enige wat zeker is. Maar laten we maar beginnen. Oh ja, trouwens, vergeet natuurlijk ook niet de code Bouwz te gebruiken in de shop als je iets koopt. Wordt gewaardeerd, maar laten we maar gaan spelen. En ik druk de hele tijd op opnieuw spelen, dus dan kunnen we na een uur precies zien hoeveel trofeeën ik er dan in totaal heb bijgekregen. Maar hier gaan we dan. Ik heb Fang trouwens kracht level 10, dus dat is wel behoorlijk chill. Ik zal even een hartje doen naar die Shelly. Ja, maar dat is wel echt heel erg nice. Oh, ondertussen werd daar al volop gevochten. En die Spike die gaat bijna dood. Die gaat nog niet dood. Nee, oké. Ik laat het eventjes. Ik doe maar even weer een hartje richting die Shelly. Je bent mijn maatje. Ja, je moet een soort van teamgenoten maken, maar ook weer niet. En omdat dit het eerste potje is, ga ik gewoon lekker dit potje helemaal opnemen. Met soms bijvoorbeeld die Spike, die had weinig levens. Die kon ik in één shot hebben. Daar hoef ik dan geen vriendje mee te zijn. En die valt ook iedereen aan. Maar die Shelly daarentegen wil ik wel even een vriendje mee zijn. Ik wil trouwens even mijn super krijgen. Dus dat zou even nice zijn. Want Fang met de super is zo OP goed. Dat is echt niet normaal. Mag ik mijn super op jou halen, Shelly? Ja, dat zou mooi zijn. Ik zal even een beetje spinnen. Ja, dank u wel. En dan doe ik even 2 hits. Ja, op afstand doe ik toch weinig hits. Dus veel knokkers willen wel hun super op je laten laden, zeg maar. Ja, top. Oké, ik heb nu mijn super. Dus dan kunnen we eventueel op die Spike gaan. Maar als hij dichterbij komt, dan ga ik erop. Dan kunnen we die Spike hebben. Hier zit niemand verder. Die Spike doet nog steeds irritant. Zomaar Spike. Jongen, als jij zo meteen iets dichtbij komt, ik maak je helemaal kapot, Spike. Ik maak je helemaal kapot. Waar gaat hij heen? Kunnen we hier die Spike hebben? Ja hoor. Jongen, Fang OP. Ja, die super van Fang is zo nice. Kijk, die gadget van Spike. Hij probeerde erachter te lopen. Ik zal nu even spinnen. Top, dan krijg ik mijn super weer. Oh, ja, dankjewel. Zo, prima. Oké, we moeten even kijken hoe we dit nu gaan doen. Zit hier aan de andere kant nog een knokker? Dat zou kunnen. Nee, daar zit een Ems. Ja, oh, daar zit ook nog Colette. Die gaan nu met elkaar vechten. Dus dit is in principe wel prima. Kunnen hier misschien die Ems kunnen pakken? Ja hoor! Oké, dat is alleen die Shelly de dag. Oké, ik ben benieuwd wat de Shelly gaat doen. Nou, die laat ze gewoon doodgaan. Oké, tot nu toe gaat deze video perfect. Het eerste potje meteen een easy win. Oh, die Shelly die laat zich nog niet helemaal afgaan. Of laat hij zich maar afgaan. Ja, hij doet het wel. Jongen, easy game. Ik zie jullie zo meteen weer bij een paar potjes verder. Of als er weer iets leuks gebeurt. Dus gewoon lekker de hoogtepunten. Nou, potje nummer 2, ook eerste geworden. Ja, het was een wat minder goed potje dan het vorige potje. Maar hey, we hebben wel weer gewonnen. We hadden niet zo'n dikke overwinning als net. Net had ik echt 8 of 9 krachtpunten zelfs. Dat was nu iets minder. Maar hey, wel gewonnen en dat is net zo lekker. Het zou wat zijn als ik gewoon bijvoorbeeld tot 800 trofeeën gewoon elke keer eerste kan worden. Ja, dan is dat al eigenlijk wel een teken dat ik Fang moet gaan pushen naar de rank level 30. Oké, dit kan wel eens een lekker potje gaan worden. Ik loop hier zo naar binnen en er liggen hier gewoon 4 kistjes. Dan heb ik gewoon al 5 krachtpunten voordat het potje nog echt gaat beginnen. Dus dat is wel heel lekker. Trouwens, hiervoor heb ik een potje verloren. Dus dat is dan wel weer wel minder mooi. Ik heb helaas niet elk potje gewonnen. Helaas, pindakaas. Ik kan trouwens misschien wel al die knokkers hier tegen mij krijgen nu.
Wat gaat er nu gebeuren? Ik doe wel even een hartje. Oeh, ik ben in ieder geval weg hier zo. Ja, oké, dat is prima. Ja, dan heb ik geen Frank of El Primo bovenop me. Want dat is natuurlijk ook niet zo chill. En die stoel is wel een beetje gevaarlijk. Dus ik ga even kijken of ik hier nog onderlangs kan lopen. Dat kan ik. En dan ga ik even naar die andere kant lopen. En dan hoop ik dat daar wat mindere sterkere knokken zijn. Er ligt gewoon nog een krachtpunt. Dat is helemaal mooi. Er kwam nu trouwens een leeuw aan ons weg, zeg maar. Oh, die is nu niet meer onzichtbaar. Die was net eventjes onzichtbaar. Hier is een Frank. Oh, ik kan wel even spinnen. Oké, die is dood. Er is nog een leeuw. Ik wil eigenlijk even mijn super krijgen op die leeuw. Of op die Carol. Dat zou ook mooi zijn. Ja. Ja, wat gaan we doen? Ik heb bijna mijn super. Mag ik even mijn super laden? Ja, dat is top. Top, 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 top. Ik doe toch niet zoveel damage bij jou. Dus dat is ook helemaal prima. Oké, top. Ik heb nu mijn super. Ik heb nu mijn super. Dan kunnen we nu iedereen kapot gaan maken. Daar is nog een stoel. Eigenlijk, die stoel is mijn grootste concurrent. Dus die moeten we eigenlijk proberen meteen dood te krijgen. Dus dat kan wel lukken nu. Ja! Jongen, Peg is te goed momenteel. Alhoewel had ik net wel een potje verloren, om eerlijk te zijn. Dus dat moeten we eigenlijk niet vergeten. Maar het gaat nog steeds prima. Ik denk dat die Leon zo meteen gaat opgeven. Of gaat hij het opgeven? Nee, hij geeft het niet op. Maar dat maakt niet uit, want ik heb toch gewonnen. Easy game. Ah, no, nu heb ik per ongeluk op stop gedrukt. Oké, nou ja, dan maakt dat ook niet zoveel uit meer. Maar we zitten nu op de 775 trofeeën na 4 potjes spelen. Dus dat is al vrij goed gegaan, om eerlijk te zijn. Ja, dat is zeker weten prima. We zijn al wel gewoon al een kwartier aan het opnemen. Maar dat kwam omdat tussendoor mijn vader nog even thuis kwam. Want ik zit thuis met corona. Nou ja, en hij had even boodschap gedaan. Dus ik kwam nog net even langs. Dus dat had ik even nog hallo gezegd. Dus dat is dan natuurlijk ook iets van de tijd eraf. Nou ja, en je merkt al meteen als je op wat hoger niveau komt. Ja, dan duren de potjes altijd zo lang. En dan duren ze helemaal tot het einde. Buzz heeft ondertussen nu een kill gemaakt. Daaronder worden nu ook nog, wordt ook nog gevochten. Gaat die Buzz nu op mij? Oh, dat doet hij nog niet. Maar we kunnen nu misschien zo meteen mijn super gaan inzetten. Dat kunnen we nu doen. En dan kan ik weer mijn super inzetten. En hoppatee. Boom. Oké, dit is toch wel lekker. Weer een win erbij. Oké, tot nu toe hebben we van de 4 of 5 potjes hebben we maar eentje verloren. De rest zijn we elke keer eerste geworden. Nou, we zijn weer zover. Het is weer zo'n potje. Ja. Oké, sowieso dat die guild daar dood gaat nu daar. Zo 100%. En kunnen we hier nog iets gaan doen? Ik weet niet of ik hier iets kan gaan doen. Ik kan het proberen. Oké, dit was niet heel tactisch. Nou, we zijn vierde geworden. Telt in ieder geval als overwinning. Oké, dit wordt weer een lekker potje. 100%. Deze gaan we wel winnen. Hoop ik dan, hè. Maar we hebben in ieder geval lekker 5 krachtpunten. Dus dat is echt lekker. En dat is zeker mooi meegenomen. Dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel. Ik vind het ook mooi om te zien. Kijk, iedereen is altijd gewoon blij om mij te zien. Dan denk ik, wat een no-lifer. Die heeft nu al de Brawl Pass uitgespeeld. Wat gaan we met die search doen? Ik weet niet wat we met die search gaan doen. Hier, wil je... Ik wil mijn super namelijk ook halen. Mag ik mijn super? Dan gaan we nu even richting die search. Ja. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Mag ik weer even mijn super? Dat zou ik chill vinden. Dan ga ik namelijk zo meteen weer even een kill maken. Nou, die Shelly, dat vind ik een te groot risico. Daar ga ik niet heen met mijn super. We gaan een ander slachtoffer zoeken. We zoeken een ander slachtoffer op. Er zijn hier meerdere slachtoffers eigenlijk. We kunnen misschien hier met mijn super heen. En ja, dankjewel. Dankjewel. Oké, die Max die gaat me denk ik niet killen. Dus dat is prima. We gaan zo meteen op die Crow. Jongen, dit is zo OP, Fang. Dat slaat helemaal nergens op. Nou, die twee al primo's ook gekild. Alleen die Crow vind ik een beetje irritant. Die heeft redelijk wat krachtpunten, dus dat kan gevaarlijk zijn. Heb je hieronder nog knokkers? Je hebt daaronder een Tara. En misschien nog een andere. Trouwens, hierna ga ik echt de tijd voor mezelf spelen. En dan zie ik jullie zo meteen aan het eind van het uur wel weer. Dan doe ik de camera even uit. En dan ga ik gewoon nog even 3 kwartier voor mezelf doorspelen. Ja, want ik ben benieuwd of ik het dan nog ga halen. Moet even hier afpassen. Wat gaan we hier doen? Ondertussen is die Tara hier zo. Ja, oké, top. Die had namelijk ze super. En dat is wel een beetje irritant. Ja, dit is echt niet normaal hoe goed Peg is. Het enige nadeel is dat ik geen super nu meer heb. Dus ik hoop eigenlijk dat ik zo meteen mijn super nog kan krijgen. Op die Crow hier zo. Dat zou mooi zijn. Crow, kom op mijn toekje. Oké, ik moet hier even oppassen. Ik zal mijn gadget even aanzetten. Ja, dat was 1 hit. Nog eentje en dan heb ik mijn super. Oh, nice. Hij springt op die andere. Hij springt op die andere. Hij springt op die andere. Ah, no. Ik miste mijn super. Maar ik kan misschien nog winnen. Nee, ik win toch. Jongen, jongen, jongen. Dit is echt niet normaal. Oké, nou weet je wat? Die ene trofee die ga ik nog wel halen. Ik zie jullie als ik de 800 trofee heb. Daarna ga ik een tijdje voor mezelf spelen.
Oh no, oh no. Oh, dan ga ik helaas nu dood door de Shelly die naar mij stond op te wachten. Die stond in de bosjes. Als ze daar de op niveau spelen, iedereen is aan het eind bij elkaar. Weet je wat? Ik doe de camera wel uit. Ik zie jullie zo meteen over een half uur weer. En dan krijgen jullie te zien of we al rond de 850 zitten of niet. Nou, ondertussen heb ik ongeveer een uurtje gespeeld. En dat valt nog een beetje tegen. Ik ben de hele tijd rond de 800 blijven hangen. Ik ben wel iets omhoog gegaan, maar niet genoeg eigenlijk. Ik kan het even laten zien. Ik ben hier vierde geworden. Hier ben ik eerst geworden. Maar daarvoor had ik weer een paar potjes verloren. Het ging een beetje de hele tijd heen en weer rond de 800 trofeeën. En het is het zeg maar net niet. Het probleem is een beetje. Op hoog niveau kom je super veel tanks tegen. Op het moment dat je wat minder tanks tegenkomt in een potje, dan heb je wel een grotere kans. Tegen wat zwakkere knokken zoals een Max of zo. Of bijvoorbeeld een Carol, die kan je ook wel makkelijk hebben. Maar een Shelly of een El Primo is toch wel een flink lastige knokker om tegen je te hebben als zeg maar Fang zijnde. Dus ik weet niet helemaal of Fang echt daadwerkelijk een knokker is om naar rank level 30 te pushen. Dus ik ga het denk ik nog een keer proberen in mijn vrije tijd. Maar ik durf dus niet met zekerheid te zeggen of het gaat lukken. Maar mocht het ooit lukken, krijgen jullie daar sowieso een video over te zien. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het einde van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken. En dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren. En blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor Bouws uit mijn kleding, check natuurlijk Bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!